We hebben een gast in de studio, Maribel Zwart. Maribel van harte welkom, leuk Moi. je bent. Goedemiddag, ja, González. Je bent ja. natuurlijk niet zo. Ja, González. Ja. Is, dat, is dat je. Allebei mijn meisjes. Al oh, echt waar? Ja. Maribel González ja. Zwart. Ik heb een uh, Spaanse vader en hij oh. kreeg uh, van allebei een achternaam. Oh, mooi Hollandse ja. ja. moeder. Ja. Dan. ja. Zwart. Zwart. Ja, nou oh, ja, onze ja. eindreacteur is ook Is Hedde Zwart toevallig uh, familie van je? Nee, ik ken nee? het niet. zo. Okay, nee, nee, nou, nee, Edwin, Edwin Gonzales. Oh ja, Edwin Gonzales hebben we ook nog, ja. Dat is ja. Edwin Korf. Maar goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Gonzales over... laten we daar maar niet over beginnen dan. Oh, want, want daar Speedy Gonzales van. is dat misschien even. Ja, dat, uh... <laughs> daar stam ik denk ik niet vanaf. Nee. <laughs> okay, dat goed zo, goed zo. is de arme tak. Je bent hier omdat je een app hebt ontwikkeld. Ja. Bewaar de leukste, mooiste of grappigste momenten voor je kinderen. Ja, Dan nou, denk ik, ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het is toch gewoon een fototoestel. Die momenten vast te leggen en te poesteren. Nee, dat niet helemaal, nee. Nee? Nee. Nou, dat, dat nee. leek maar logisch. Ja. Want je hebt deze app niet van <laughs> niks ontwikkeld, natuurlijk. Nou, ik. Uh... Ja, op het moment dat je zelf kinderen hebt, dan uh, verdwijnen ten eerste al die foto's al in je telefoon. Ja. Uh, in de vergetelheid. Maar daarnaast hebben je kinderen ontzettend veel leuke uitspraken. En iedere keer neem je jezelf voor om die op te schrijven. En dat, doe je dan natuurlijk en dat niet. vergeet je dan weer. Er We zijn heel tijd. veel van die boekjes ook ja, al, hè? Over ja. uh, die eerste ja. maanden, jaren waarin ja. je dat en bij, dan heb bij je moet houden. Ook, uh, ja. En tegenwoordig ook uitsprakenboekjes. Uh, en die kwamen bij mij op de hoek van de tafel. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee? En dan komt de krant erop en dan komt de post erop. En, die en denk je wat ook die moest die dat raad, nog opschrijven oh ja. wat zei hij zijn nou ja, alweer precies? Ook weer. Nou laat maar zitten ook ja. denk je dan. Ja. Of ik wist gewoon de uitspraken niet meer en soms uh, uh, postte ik het dan op Facebook. Dan heb ik het al over een aantal jaren terug. Mm -hmm. Maar ook niet alle uitspraken, want sommige waren toch ook weer een beetje te iets te persoonlijk. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik er zou eigenlijk een app voor moeten komen waarin je al die dingen eenvoudig kunt opslaan ja. en waarbij je ook uh, um, op het moment dat je iets post, dat de app zelf onthoudt hoe oud jouw kind op dat moment is. Want ik vind het interessanter om te weten hoe oud een kindje is op het moment dat hij het zegt, in plaats van de datum. Nou, is het zo dat je zes jaar geleden op het idee kwam en eigenlijk ja. is die app pas een half jaar geleden live gegaan? Ja, klopt. Waarom heeft er zoveel tijd tussen? Kost het zoveel tijd om een goede app te ontwikkelen? Nee, dat zeker niet. Nee, het was eerder uh, dat ik zelf heel veel beren op de weg zag en ik had gewoon een, een baan als marketeer. Ja. En het was ook wel een hele stap om dan je, ja, je baan aan de kant te doen en uh, zoiets te beginnen. En ik wist niet zo goed uh, hoe ik dat van de grond moest krijgen. Je ja, had het ook naast je baan kunnen doen, natuurlijk. Hè? Want het wordt te worden we geen succes. Nee, maar heb je je baan je het is natuurlijk best wel een investering om zo'n app te laten ontwikkelen. Want we praten ook over? goed zijn. Uh, nou ja, al forse bedrag. Ja, ja dat een vroeg ik, oh, okay, ja. Ja, 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 een goede auto. Oké, een goede nieuwe auto. Een goede nieuwe Echt ja. waar, ja? Ja, ja. Om een app te ontwikkelen? Nou ja, om in ieder geval een app te ontwikkelen die veilig is. En, die goed werkt. en waarin je ook je foto's en je video's in kwijt kunt. Um, en, maar die ook bovendien natuurlijk uh, waarin je alles heel eenvoudig kunt terugvinden. Want alles wordt uh, gehashtagd. Alles wat jij uh, invoert in de app krijgt automatisch een label. Hmm. Waarin je ook alles weer kunt terug, uh, terugvinden. Maar ja nou ja op de achtergrond zien we hem ook voor mensen die met ons meekijken ja het is gratis te downloaden denk wat is dan het verdienmodel ja wat je wij zeggen? waar doe je dat is een lange adem dus in eerste instantie kun je nu dingen toevoegen en we hebben de app heb ik in iOS en in Android ja en, dus voor Apple en, en, en alle ja, overige toestellen klopt, zou ik maar zeggen. Ja, Behalve de Windows ja, dan. Klopt. En ja. uh, op het moment uh, dat mensen op een gegeven moment hebben ze een tijdlijn uh, aardig gevuld. En dan kun je er een boekje van uh, laten drukken. Ah, en daar zit het nog. Daar in. zit straks één uh, van mijn uh, verdienmodellen. En het volgende is dat je uh, tij, in de tijdlijn zometeen. Ik weet natuurlijk heel goed hoe oud de kinderen zijn. Dus ik mm. kan heel specifiek aanbiedingen doen die gericht zijn op jouw kindje. Of op vaders en moeders. Kidsquote heet het ja. dus. Het oogt soms ook een beetje als een soort Instagram, maar dan voor ja. baby, baby- en kinderzaken. Ja. Klopt. Ja. Heb je daar en, goed uh, naar gekeken? Heb je dan een andere app ja. Nou, Zij doen dat zo, dat gaan we lekker kopiëren. Nou, nee, niet zozeer kopiëren. We hebben gewoon gekeken wat nou, vinden gewoon... mensen prettig vinden ja, uh, in het gebruik. Ja. En uh, wat vind ik zelf vooral heel uh, prettig in het gebruik? Ik ben zelf uh, een moeder van vier, dus ik gebruik hem zelf ook volop. Uh, maar en, je zegt het is een kwestie van lange adem voordat je daar aan gaat verdienen. Maar je ja. hebt wel anderzijds je baan opgezegd. En dan moet je dus ook een hele lange adem. Maar heb je dan wel een lange adem? Als je je baan opzegt, dan houdt dat die inkomsten erom. dan. Uh, met een baan en daarnaast heb ik uh, een partij. Uh, gevonden die me wilde helpen in de ontwikkeling van de app. Ja, ja. Ja. Maar zoals je partner dan zegt die af en toe niet. Heeft hij wel eens momenten gezegd van joh, stop hebben. Nee, nee. Die geloofde uh, volledig in me. Ja, was het vanaf het begin af aan ja. dat je zei van dit gaat lukken hoe dan ook? Ja, ik heb heel erg, uh, toen ik het in 2012 bedacht, heb ik het uh, intellectueel eigendom vast laten leggen. Oh, dat is wel goed, jou, want dan ja. gaat iemand anders met jouw idee aan de hand. Nou, en toen ik uh, met mijn partner uh, twee jaar geleden zat ik aan tafel, en toen zei ik, ik heb trouwens nog een heel leuk idee. En toen zei hij, oh, <laughs> dus weer. hij trok eerst het weg. Nee, en toen <laughs> vertelde ik het, en toen uh, zei hij, uh, nou, waarom doe je daar niks mee? En toen ja. zei ik, ja, dat is ook stom. En toen zijn we eigenlijk die reis gaan maken en uh, ontdekken en zoeken van wat is dan goed en uh, met wat voor partijen zouden we dat uh, moeten doen. Okay. Maar omdat ik zelf moeder ben, uh, wist ik dat, het de dat de behoefte er was om dit heel eenvoudig te kunnen bewaren. En de mensen die het nu gebruiken, ja. krijg ik ook echt fanmail van. We hadden het net even over hoeveel keer deze app uh, Kids Quote al is gedownload en hoe de reacties zijn. Maar eerst even. Een half live is het nu. Uh, ja. Je kan het zowel voor Android-gebruikers als iOS. Dus Apple-telefoons kunnen deze app gratis downloaden. Arnoud ja. heeft dat gedaan. Zometeen horen we wat hij ervan vindt. Hoeveel mensen hebben tot nu toe die app gedownload? 5000 uh, mensen. Hoe zijn die 5000 mensen daarmee in contact gekomen met die app? Want je moet natuurlijk ook een beetje reclame maken voor het feit dat die app er is. Hoe doe je ja. dat dan? Uh, nou, met name, uh, uh, middels uh, social media. Ja. En eigenlijk uh, denk ik vooral dat het komt door mond-mond -mond reclame. Dat moeders die het gebruiken, die het toch doorvertellen aan andere, ja. aan andere moeders. Het zou leuk zijn als er natuurlijk misschien in de nieuwe serie de luizenmoeder wordt, ge, nou, wordt, wordt gebruikt, zou, zo, dat he? Ja, Dat zou leuk gewoon. zijn. Ja. Maar dat soort contacten. Ja. Ik bedoel, je moet ook netwerken, je moet ja. zorgen dat uh, misschien kinderdagverblijven ja. of zoiets. Want uh, mijn kinderen ja. zitten op een kinderdagverblijf, We hebben ook zo'n soort iets dan, zeg maar. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook wel... Je, je, ja. je moet je markt gaan verbreden ja, op een gegeven moment. Ook. Dat klopt, ja. En het is nu mijn volgende fase. Over anderhalve maand gaat die live... Dan kun je ook in de app opa's en oma's uitnodigen. Oh ja. Dus je kunt er ook meekijken dus met hoe een kleinkinderen het doet. Of meeschrijven. Dan kun je ja. bepalen in welke gradatie zij. Uh... Is er ook een soort chatfunctie dan die erin komt? Nee, wel, je kunt wel een respons geven op een. Bericht op een uh, ja. Zoals je dat ook doet onder een Facebook foto. Ja, ja dus dan. eigenlijk een, een gesloten sociaal netwerk ja. rondom een kindje. Hey, en je zegt nou 5000 keer ongeveer gedownload ja. nu. Wat voor reacties krijg jij die? Komen die rechtstreeks bij jou uit? Ja, ja. ik krijg uh, ontzettend veel fanmail van uh, moeders. Zowel op Instagram als op Facebook, maar ook in de mail. Mensen denken actief mee. Van zijn dit nog leuke opties? Kun je een sorteerfunctie erin uh, doen? Dus we hebben eigenlijk het afgelopen half jaar heb ik, uh, alle informatie verzameld. En uh, die zijn we nu gaan, hebben we nu besproken met het bureau die de app ontwikkelt. En die gaan we nu doorvoeren. Heb je ook negatieve reacties gehad? Nou, eigenlijk niet, nee. 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 Ja, of ze zeggen het niet. Het zou natuurlijk altijd kunnen. Ja. Maar... maar de ervaring leert natuurlijk dat je eerder juist negatieve uh, mening geeft over iets ja. dan positieve. Wat heeft ja. het voor zin om te zeggen dat iets goed is? Want dan, ja. Ja, dan is het goed. Mensen hebben vaak te, graag te klagen. In ja. 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 Wat waren bijvoorbeeld struikelblokken bij het ontwikkelen van de app? Er zijn misschien meer mensen die denken van ik wil ook een, een app ontwikkelen of ik kan ook wel zoiets. Wat is het moeilijk uh, eraan eigenlijk? Ik denk ten eerste een juiste partner vinden. En ook, die, ja. die de app ontwikkelt dan uiteindelijk. Zo termatig ja. ja. moet geschreven worden. Ook, maar ook, uh, hoe, hoe, hoe wil je dat het eruit ziet? Ik had daar zelf een heel uitgesproken mening over. En mm -hmm. dan ga je bij met een bureau praten. Die heeft waar er ook wel ook een mening een over. vormgever in zit. En die heeft er ook een mening over. Mm -hmm. En uh, dan probeer je ook nog eens daar een middenweg in te vinden. Uh, dus dat is denk ik een grootste een grote uitdaging geweest. En zijn er ook dingen waar je rekening mee moet houden? Ik bedoel, we hebben net allemaal die, die AVG-wetgevingen, achter de wet op ja. privacy, dat wordt allemaal steeds strenger. Ja. Uh, foto's mag je niet zomaar van een hele klas ergens neerzetten. Nee. Hoe heb jij daar ook rekening mee moeten houden in, bij het creëren ja, van deze app? In, uh, we zijn in ieder geval, ben ik bezig geweest, om een zo transparant, nou ja, niet zo, zo transparant, een heel transparant privacybeleid. dus Waarbij ik ook echt in Jip en janneke taal uitleg van wat doen we met wat. Mm -hmm. En dit gebruik ik hiervoor en dit gebruik ik daarvoor. Ja. Um, en op het moment dat jij iets, uh, iets post, dan is het ook iets van jezelf. Ja. Of je moet expliciet aangeven dat ik het voor mijn kidsquote-uitingen mag gebruiken. Nou is de Nederlandse markt natuurlijk een kleine markt. Hè? Uh, ja. Ja, breid je uit naar de rest van de wereld. Komt, het, komt de app in andere talen ook beschikbaar? Ja. Klopt ook. Ja? Uh, ja, ik heb de app uh, onlangs laten vertalen naar vijf andere talen: Naar Italiaans, Spaans, Frans, Duits en Engels. Nou, dan heb je eigenlijk dus een heel groot deel van de wereld live. op te pakken. Hij is nog niet uh, live, maar we hebben wel al de vertalingen uh, laten maken. Ja. En hij is wel al in België uh, beschikbaar. Dan kreeg heel veel Belgische moeders. Dan de Flaatse... uh, kreeg, ja, hij is ook in het Frans okay. al. Ja. Uh, ze kregen heel veel Belgische moeders uh, die mij uh, gingen berichten van, uh, van die uh, live. Ja. Ja. Maar die hebben natuurlijk hele andere uitspraken. Of, of ook andere ja. manier van misschien zo'n app benaderen. Moet ik je eerlijk bekennen dat ik daar niet naar gekeken heb? Ze doen het gewoon op de Nederlandse manier. Ja. Het is... En op Instagram uh, zie ik uh, een, uh, een heel grote uh, volgers uit, uh, uit België en, ja. en uit Nederland. En je hebt hem gedownload, ja, Arnaud. Ik ben nu bij, uh, ik, 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 ik heb een uitspraak, heb ik erin uh, gezet. Je kan het inderdaad op naam en uh, foto's kunnen erbij. Wat voor uitspraak en heb je erin gezet? Wil je dat niet delen? Nou, de, de, de manier waarop mijn zoontje uh, chocola zegt, ja. dat is al sinds de dag dag, la-la. Oh, ja. uh, gewoon. Nou ja, ik denk zoiets doe ik eventjes. Maar uh, je kan er al van alles in kwijt. Ja. Dus ik ben nu bij het, uh, bij het hashtag uh, #gedeeld hè, en dan uh, zie ik wel wat er mee gebeurt. Maar ik moet, moet zeggen, ja, de app ziet er gebruiksvriendelijk uit. Ja. Ik moet ook zeggen, de website ziet er goed uit. Het is echt professioneel. Het is wel heel moedelijk. Ja. Ik, ik weet niet of vaders zich aangetrokken hebben. Mijn, ja, is... uh, mijn doelgroep is ook in principe wel mama's. Ja. Omdat ik denk. Nou, we zijn in die... 2018 hè? Papa's vinden dit twee ook leuk dat, die een kind uh, adopteren. Bijvoorbeeld, zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Hè? Nee, ja. dat, is ook echt, dat is ook echt waar. Alleen ik denk wel dat op het moment dat ik nu in mijn communicatie naar buiten moet, ja. uh, dat ik met name, dat zie ik ook op Instagram, ik adverteer op allebei. Um, maar de res respondenten zijn vooral de mama's. Ja, maar die zijn er ook heel fanatiek in, natuurlijk. Ja, okay, maar het dus, grote uh, deel. Maar ja. dat zeg ik, er is ook een hele groep papa's die het ook leuk. Ja, maar ik neem het aan en ik neem het zeker mee. Dat je in, in het volgende beginprofiel profiel geven, bent u papa of bent u mama? Nee, dat kan zeker. Oh, nou, ja, leuk. In de volgende fase kun je ook aangeven of je zwanger bent of niet. Uh, ja, nou dat ben ik volgens mij. Nee. Goed. nee. Maar uh, <laughs> goed. Wat, wat zijn de grote ontwikkelingen die eraan komen? Dat je kunt uh, delen met opa's en oma's. En dat je een aantal nieuwe schablonen hebt waarin je uitspraken kunt doen. En dat je mm -hmm. kunt sorteren. Dus dat je de postings die je doet uh, van recent, die staan naar boven. Hartstikke de Kids Quote-app is vanaf nu dus uh, te downloaden voor Android en uh, Apple-toestellen. Maribel, González Zwart. Ja. Dankjewel en heel veel succes met de app. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Oké. Okay.